allemaal, welkom terug bij een nieuwe Let's Build. Zoals jullie zien, lag free. Nogmaals, sorry van de lag in de vorige twee episodes. Zoals jullie weten, of niet weten, mijn computer was aan het repareren. En nu staat weer allemaal goed, kunnen we weer lekker bouwen. Zonder lag op mijn eigen computertje. Ah. En het plan voor vandaag, ik heb weer een heleboel suggesties gezien. Blijf ze sturen, jongens, want we zijn nog lang niet klaar met dit gebouw. En ze kunnen er altijd nog in komen. Wat we vandaag gaan doen is, ik denk hier toch dat restaurant maken. Ik vond dat persoonlijk wel een heel leuk idee. En ik heb zin om even niet aan muren en aan ramen te werken. Dus, we gaan zorgen dat dit er een beetje interessant uitziet. Dus laten we eerst kijken of we dit symmetrisch kunnen doen. Zoiets of zo. Als we dit weghalen, laat maar zeggen, moeten we even kijken of het klopt. En ik zag ook voor de deur van ons kunnen we misschien onze 3x3 deur doen, maar dan gewoon 4x4. Dat is wel grappig trouwens. Nou, het is niet grappig, het is eigenlijk redelijk vervelend. Ik ben dus nu bezig in de nieuwste snapshot. Op het moment zit ik niet in een snapshot, want dan kun je geen texture packs en zo. Maar ik ben voor redstone dingetjes ben ik nu expres in een snapshot gaan zitten, zodat ik wat meer content voor jullie kan doen qua redstone dingetjes. Maar pistons doen echt heel raar. Zoals jullie weten, mijn centdoor werkt met zand. En op een of andere manier, als het zand valt, wordt het gewoon gebroken als het op een piston landt. En dit is ook precies hetzelfde voor die vloer die omhoog komt. Die wou ik ook gaan doen voor jullie, die uitleggen. Maar ja, het werkt allemaal niet meer omdat pistons raar doen. Oké, is dit groot genoeg voor een restaurant? Sowieso denk ik dat er een soort dakje op moet komen. We hebben wel rood met wit en gewoon een beetje happy peppy. Kijk hoe dit eruit ziet. Hè? Een beetje zoiets doen. Kijk, doe even dit gewoon. Dan kan ik uiteindelijk het wit er tussenuit halen. Zo. Oh, great. Moet ik dit nog even doen? Zo'n... Je weet wel wat ik doe nu, toch? You get it, right? Right? Zo'n cool dakje wat je ook bij die... Dan moeten hier fences. Die hebben we hier. Big block. Dit is een hele handige optie. Misschien kennen jullie hem niet. Als jullie hem niet kennen, alsjeblieft, als je dingen bouwt, ga hem erop zetten. Ga naar opties. Dan naar controls. En dan staat hier onder pick block. Ik heb hem nu op mijn F staan. Op mijn hero. Maar als je erop drukt, kun je hem naar alles zetten. Naar A. Oeps, die hebben we al. Dus, snap je? Ik zet hem op F, want dat is lekker makkelijk. En dat is op zich echt een super handige optie. Want als je dan op een blokje staat die je nodig hebt, F. En dan heb je die in je handen. Best wel handig. Oké, laten we eens kijken. Wat willen we... Oké. We willen een beetje af van het sandstone misschien. Want deze muur hier is ook wel echt al heel erg sandstone-y, vind je niet? Misschien doen we hier nog wel iets grappigs. Wie weet. Laten we kijken. Wat willen we doen? We willen sowieso gewoon een hele grote plek waar mensen kunnen staan en dingen aangeven met eten en zo. Wordt gewoon bijna een hamburger tent, maar dan iets chiquer misschien of zo. Ik weet niet wat voor restaurant het wordt. We zien wel. We zien wel wat voor mooie dingen er kunnen gebeuren. We moeten ook even kijken hoe deze trap... De trap wil ik net zoals het pad ongeveer... Hoe groot gaan we het pad doen eigenlijk? Als het pad... Dit moet ik ook allemaal nog terraformen natuurlijk, maar... Dat doe ik offscreen zoals ik al eerder zei. En het wordt nacht. Waar vraagt dat om? The magical button. Let's go. Press it. En klikkie. Woo! And it's day. Het pad wordt ongeveer 4 breed, denk ik. Ongeveer. Dus dan kunnen we... Nou, dat is even voor de trap hier kijken hoe dat eruit ziet. Dus dan hebben we 1, 2, 3, 4... Dus je moet je voorstellen, het pad gaat dan zo. Nou ja, het moet dikker.
moet 5 zijn. En misschien moeten we ook de vloer met een ander materiaal doen, zodat het wat chiquer is. Want hout is een beetje beachy-achtig. Hoe ziet het er van boven uit eigenlijk? Best wel cool. Oké, is dat goed? Dus dat gaat dan zo rond. Zo. En dat gaat daar naartoe rond. En dan hier komt gewoon... Dan hebben we hier in het midden een groot parkgedeelte. De trap gaat hier zo in een boog. En dus dan moeten we ook zorgen dat... hier die andere vier zitten, zoiets. We willen dat het... ongeveer... daar komt de trap. Dat betekent dat we... Nou ja, dat moeten we nog uitvinden, maar we hebben dus sowieso... Als ik dit even weggraaf, even kijken hoeveel ruimte we hebben. We hebben redelijk wat ruimte, niet heel veel. Maar dat hoeft ook niet, want alles wat we nodig hebben is een balie waar mensen eten kunnen bestellen en afhalen. En een plekje voor wat furnaces en wat koelkasten. Dus we halen dit weg. Take so long. Zo. En dan hier moeten we nog even graven. Ondertussen gaan we even bedenken wat we erin... hoe we bepaalde dingen gaan doen. Ik wil sowieso... een soort Happy Meals hebben. En dan de Happy Meals krijg je speelgoedjes bij, toch? Oftewel, dan gaan we hoofden gebruiken als speelgoedjes. Dat vond ik wel iets grappigs. Ook wil ik hier villagers plaatsen. Die niet kunnen ontsnappen, natuurlijk. En, kunnen ze nu ontsnappen? Ja, dus wat we dan doen is... zoiets. We kunnen de villagers niet ontsnappen. We zetten natuurlijk geen deuren neer. Dus dit is gewoon waar villagers erin komen. Of dat hoeft niet eens. We kunnen ook zo doen en dan... Zo zit dit moet ook ergens anders van. Hoe gaan we die Happy Meals doen? Hier komt het menu ofzo. Nee. Ik vind dit wel wat hebben, maar het zit een beetje in de weg. Als we hier naar binnen gaan... Oké, dan moet eigenlijk het hier nog eentje verder, zodat hier wat meer ruimte is om te staan. Wat minder krap is. We gaan zo ook even wat stoeltjes neerzetten voor... We moeten er zelf nog wel in kunnen, dus ik hou heel even dit weg. Het is te laag. Sorry dat ik er nu pas achter kom, maar het is te laag. Want mijn plan is dus voor die Happy Meals. Deze moet ook zo, denk ik. Of niet? Is het wel zo? Is dit een heel blok? Oké, dus wat we dan doen is... wel met ander materiaal. Dus we pakken wat hout. Zullen we wat spruce gaan gebruiken? Kijken hoe dat eruit ziet. Zoiets en dan zo, 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 oké. En dan gebruiken we deze weer. We zetten zo dat mooie dak weer terug, maar wat we nu doen is even dit. Dan willen we spelen met dingen die je kunt kopen, dus we pakken wat item frames. Gooi dat leeg. En then we need some food. We gaan steak verkopen. Taart. Taart ziet dat er cool uit. Nee. Baked potato. Brood. Brood met lekkere knoflook. Tuurlijk golden apples. Twee verschillende soorten zelfs. Wow. En wat vis misschien? Nou, dat vind ik overdreven. Misschien zit al genoeg. Dus laten we even kijken hoe we die item frames gaan plaatsen. Oké, vier dingen gaan we verkopen. We gaan lekkere steak verkopen. Lekkere potatoes. Een gouden appel die glimt. Oké, je ziet het glimmen niet, dus we doen maar één golden apple dan. En een broodje. Is dat goed ongeveer? Ik wil even toch nog... Ik wil deze dan zo hebben. Oké. Oh, ze blijven erop zitten als je snel genoeg bent. Chill! Oké, dan hoeven we alleen opnieuw de potato op te hangen.
Nee, andersom is beter. Ah, jongens, ik ben jullie zo hard aan het irriteren nu. Oké. Okay. Oh. Dan willen we nog signs hebben met dingen erop. Gewoon wat het is en wat we verkopen natuurlijk. En ik denk ook dat we dit dak eentje hoger doen. Want ik wil gewoon dat je vanaf... als je hier staat, gewoon die dingen kan zien. Geef wat extra's. Het is gewoon sweet. Dus, signs, daar hadden we het over. Signs. Dus, lekkere gepofte. ik kan niet schrijven, jongens. Ik ben ook slecht in Nederlands. Ik ben een slecht voorbeeld voor jullie. Lekkere aardappel. Aardappel. Ik weet niet eens of dat goed geschreven is. Ik schrijf nooit het woord aardappel. En dan gaan we een geldtekentje doen. En dan zeggen wij 10 miljoen euro. Zo. Nou, dat is... dat staat nergens op. Oké, 10 euro. Nee. 1 euro. Het is een euroknallertje, jongens. Een aardappel voor een euro. Dan pakken we een lekker stuk vlees. Met wat heerlijke saus eroverheen. Ik hoop dat jullie er honger van krijgen, jongens. Steak. En dat doen wij lekker voor 4,50 euro. I like that, huh? Oh, wacht. Dollartekentje vergeten. Altijd belangrijk. Opmaken van signs is ook iets in je beeld waar je op kunt letten. Vind ik tenminste. En wat ik vaak doe is inderdaad is-tekentjes gebruiken. En dan ziet het er zo uit. Golden apple. Nou ja, die wordt duur hoor. Die wordt echt heel duur. Golden apple. Dat is de special namelijk. En... dan gaan we niet goedkoop doen. 10.000 euro. Oh. Dollarteken vergeten. 100 euro. En dan heb je één gratis appel met allemaal enchantments erop. Kost wat, maar dan heb je ook wat. En dan stokbrood. Weet je, dat doen we 2 euro of zo. Zo, 2 euro's. Koop je stokbrood hier. Oké. Okay. Dan hebben we hier een beetje de opmaak van ons menu. Wat je kunt krijgen. Wat we nu gaan doen is... zo, we gaan nu even weer opnieuw dat met dat... doekje doen. Dat erboven komt. De kap. Zo. En dat een beetje mooi maken. Ook gaan we zo even nog wat met wat... bushies werken. Wat plantenbakjes. Groen werkt namelijk altijd heel goed in een beeld. Kijk of dit een beetje mooi is. Ook even van boven en andere kanten bekijken. Zo. Oké, dit. Nee! Stout! Weather clear. En dan een heel groot getal erachter. Dan blijft het heel lang. Lekker weer. Ik zei dan blijft het heel lang lekker. Goed zo. Oké, die erop. Dan moet dit er al beter uitzien. Sowieso moeten we denk ik nog een beetje aan dit gedeelte doen. Het is een beetje plat en saaiig. En daar houden wij het niet van. Nee, dat vinden wij gewoon niet cool. Ja, sure. Ik vind dit wel wat hebben. Nou, deze opening is er dan niet. Maar ik vind wel dat er wat... waar zijn ze? Sansom Slab. Zo. Dan heb je verschillende rijen. Daar een kassa, daar een kassa en daar een kassa. Hoe gaan we de kassa's doen? Willen we gewoon heel simpel... ook slapje neerzetten, zo van kassa, kassa, kassa. May I have your order, please? Het is een beetje druk, maar het is wel een kassa. Eén kassa is wel goed. En dan de tweede daar. Ja, dan moet hier ook een kassa. Toch wel. Ziet er niet heel geweldig uit. Als we nou gewoon een beetje
iets doen met dit, dan... wat zullen we daarin doen? Wat gebeurt je als je dit doet? Oh no, I didn't. Item frame inception. Oké, sorry. Dus, wat gebeurt er als je een sign erin doet? Oh, wat mooi. Dat is, laat maar zeggen, daar komt die rekening op als je getypt hebt. Oké, wat we nu willen doen is doorgaan met bouwen. Derp. Ik wou eigenlijk over de villagers beginnen, maar laten we de villagers maar als laatste doen. Cool. Nee, joke. Oké. Zo. Zo. Ik wil dat ze ongeveer heel weinig ruimte hebben om te lopen. Dat we de muren maar gewoon zo doen. Wat we ook willen is natuurlijk... breek er even doorheen. Klein feature weer. Iets moois. Employee of demand? Iemand die hard heeft gewerkt vandaag. Employee of the month. Jan. Jan is employee of the month, jongens. Gefeliciteerd, Jan. Altijd leuk om iemand te zien die keihard werkt. Oké, zullen we hier maar dan een pushje zetten of zo? Nee, laat het maar niet. Ik doe het zo wel. Op zich vind ik dit wel cool, hoor. Ziet er wel leuk uit gewoon. En het wordt weer nacht. Wat de heck? Hou eens op. We zijn alweer 2 nachten verder. Zo snel gaat een episode, jongens. Ik heb zelf de tijd niet eens door. Zo. De Golden Apple is wel echt heel cool. Vind ik eerlijk. Oké. Naartoe. Gaan we even verder. Oké. Laten we eens kijken hoe we dit gaan doen. Er komen sowieso wat muren. Nou, wat ik vaak zie in bijvoorbeeld de McDonald's, gebruik ik nu even als voorbeeld, is dat ze gewoon hier staan en dan gewoon allemaal schachten hebben met eten. Allemaal plekken waar ze het eten vandaan kunnen pakken. Dus als wij dat nou ook gewoon doen. Zo. Maar dit is wat chiquer dan de McDonald's, of course. Dus er zitten hier wel gewoon deuren en zo. Ik denk dat we hier nog maar 1 naar achter kunnen. En dat dat dan ook echt onze limit is. Want als dit ons pad maar... Ik ga hem nu 5 breed maken. Wat we dus zien is dat dit, laat maar zeggen... Onze muur ook is. Want ik wil hier in het midden namelijk ook nog een soort boomachtig iets doen. Dus dan zit dit een beetje in de weg. Ik ga deze muur eentje naar voren plaatsen. Ik weet dat het een beetje krappig wordt dan, maar ja. Ze hebben niet veel ruimte. Nou, trouwens, laten we eerst even de ruimte maken. Want gaan we een beetje spelen met hoe je een ruimte groot kan laten lijken, maar dat die toch redelijk klein is. En muren plaatsen is zeker iets wat je niet moet doen dan. Dus wat hebben we? Is dit onze lijn? Seriously? Hou je mond. Is dat 5? Oh mijn god, we hebben weinig ruimte. That's just great. Ja, dit is onze ruimte. Dat is echt niks. Maar we zouden wel wat muren neer kunnen zetten en dan in de muur of zo wat dingen verbergen. En dan kunnen we het altijd nog wegzoemelen met bushes, maar... Poeh, dat had ik niet verwacht, zo weinig ruimte. Oké. Daar komt onze... Zullen we zo'n piston koelkast maken? Mijn koelkasten zijn meestal gewoon ijzer met een iron door ervoor. Net was zoiets. Zo. Look at that nice little fridge. Oké. We hebben de fridge. Ik denk dat we dit doen. Meer ruimte laten blijken in de... misschien kunnen we hier... Nee. Wat furnissen. Of wacht. Wat is het idee van furnace?
Ah, dat weet ik niet. Anders had ik Burning Furnace kunnen spannen. Is het niet 43? Nee, dat is volgens mij gold. Dat heb ik mezelf gegeven. Wat is dat? Oh, wacht. Kan ik dat hierin doen? Oh, dat is cool. Sorry, dat is veel beter. Nou, dat is geluk bij een ongeluk, zou ik zeggen. Oké, wat gaan we doen? Dit verander ik ook even in wat. Damn it. Ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Oké, wat gaan we doen? We willen wat furnaces hebben. Kisten met supplies erin. Deze kant kunnen we sowieso nog wat dingen zetten, omdat we dit altijd nog zo kunnen afmaken. Wat we zouden kunnen doen is dit. Dan ziet het er gewoon zo goed uit. Dus hebben we hier een koelkast. Ik denk dat we dit gaan doen. Dan even slaps pakken, slappy slaps, slaps, slaps. Zo. De villagers kunnen niet ontsnappen. Dus dat is onze koelkast. Dan hebben we hier, wil ik even een kookhoekje hebben. Wacht, dan moeten we natuurlijk wel weer zo doen. Zo. Kookhoekje. Weet je, het is hier rustig bij headquarters. We kunnen heel veel eten maken met één furnace. Gewoon een stack erin gooien. één koelkast, is dat genoeg? Ja, ik denk het wel. Gaan we hier nog wat shelves maken? Of wacht, zullen we deze shelves maken? Die zijn ook altijd leuk. Hey. Oké, dat wist ik helemaal niet dat dat zo moest. Dat is nieuw. Dan. Oh. Zo. Shelves. En dan zouden we ook nog ergens een plek moeten hebben waar. Nou, trouwens. Wie kan daar trouwens bij? Daar kan niemand bij. Dan wordt het gewoon. Hey, kijk, er zit hier. Oh, dit wordt het raarste restaurant ooit. Who cares? Maybe jullie. Misschien jullie maar. Hier, wat ik nu doe is een spikblok. Daarom is het zo freaking handig. Hier gaat het dak weer op en dat doen we lekker met slabs. Waar zijn mijn slabbies? Kijken of ik dan geen rare. Oh, wacht, laat maar. Dan komt het niet goed uit met dat. Gewoon een houtdak lijkt mij. Af te maken. Zo, naar binnen. Woep, plons. Zo. Op zich is dit wel gezellig. Wat ik nu nog ga doen is waarschijnlijk wat plantjes neerzet. Het is wel een beetje raar, tuurlijk. Maar het is een Golden App Production restaurant. En daar mag alles in gebeuren. Oh, dat mag niet. Daar ook. Dat gaat gewoon fout. Oké, wat ik nu ga doen is een soort schaakpatroontje neerleggen. Omdat dit een beetje het keukengedeelte is. En dit doe ik eigenlijk mijn eerste keuken ooit. Heb ik zo gedaan. En ik was er zo trots op. Dat ik al dat wol had verzameld. Want vroeger had je nog geen shears. En moest je gewoon schapen doden. En je kon niet breeden. Dus het was redelijk moeilijk om veel wol te verzamelen. Zo. Ja, sure. En dus, nou ja. Toen had ik eindelijk een hele vloer met wol. Daar heb ik waarschijnlijk 2 uur aan gewerkt. Alleen maar voor zo'n vloer. Dus ik vind het wel mooi om dat hierin terug te halen. Want dit wordt een en al herinneringen aan oude dingen voor ons. En dan misschien heb ik dat nooit gefilmd, maar voor mij was het toch wel heel erg leuk in Minecraft om dat terug te halen.
Leuk potje. Beetje deco. Ratie. Ik denk ook wel goed dat voor de employee goed is als we een beetje wat potjes hebben. Dit ziet er nog een beetje leeg uit. Dus wat we hier gaan doen is gewoon lekker. Hey. Lekker hoge furnace doen. Zoiets. Lekker koken. Nee. Nee. Gewoon zo erin dan. En dan hier even het patroontje afmaken. Hier zo. En dan misschien, als het lukt, wat we nog nodig hebben is een fence. En dan de Happy Meal gezicht waar we het over hadden. Ons cadeautje is een creeper head. En als je hem opent, dan ontploft die. Woo! En een zombie head. Dat gaan we zo doen. Jullie kennen dit trucje nu wel, denk ik. Dat doen we zo. Oh, en dan kunnen we natuurlijk niet dit doen. Awkward. Oké, wat we dan doen, als hier ruimte is misschien. Is hier ergens ruimte? Dat dit onze Happy Meal wordt. Ja, dat we dit gewoon weghalen. Oh nee. Oh nee. Wow, mijn reach is echt ver in creative mode. Kan ik daarbij? Ja. Sweet. En dat dit dan onze prijsjes zijn. Oh, dat doen we gewoon elk hoofd. Wat we hebben. Dan hebben we ons restaurant mooi gemaakt. Nee, we geven geen mensenhoofden weg. Dat zou een beetje raar zijn, of niet? Zo, en... zo. Deze vind ik niet mooi staan. Die gaan we gewoon recht doen. Die gaan we recht doen. Zo, en dan doen we deze ook hier een beetje doortrekken nog. Dat klopt niet helemaal, hè? Zo. Dus een Happy Meal. Deze hier. Dan moet er altijd nog... dan moet er natuurlijk nog een ingang zijn voor de employee. En ik, wat ik nu ook zie is dat we hier niet genoeg licht hebben staan. Dus wat we gaan doen is... of we doen dit licht. Laten we dat licht maar gebruiken. Dit is een grappige manier weer met item frames. Die heb ik al een keer laten zien. Maar als je nieuw bent, is dit een hele coole manier om item frames op te hangen. Om torches op te hangen. Wat je doet is, je zet een item frame neer. Een anvil. En dan klik je net op dat zelfblok iets ernaast. En dan heb je zo een cool ding. Maar daar hangt hij niet mooi. Dus we hangen hem hier. Zo. Wat licht. Doe maar hier ook, hè. Dat is symmetrisch. Dat is wel zo mooi. Zo. En ons mooie restaurant. Er moet ook een employee ingang, zoals we al zeiden. Die doen we waarschijnlijk hier. En dan kun je via de keuken erin. En dan moeten we een deur hebben. Dat doen we dan allemaal van binnen. En dan staat er gewoon hierboven. Employee only. Doen we wel iets moois mee. Laten we even kijken hier nog. Dit ga ik even zo doen. Daar ergerde ik net ook al aan. Daar hebben we wat slappies voor nodig. Ondertussen doen we zo. Dit is gewoon iets heel kleins, maar ik vind het wel iets hebben. Het maakt het toch wat interessanter, die muur. Zo, lekker druk. Dan komen hier nog allemaal stoeltjes. En die stoeltjes ga ik als volgt doen. Dat, het laatste ding wat we doen voordat we stoppen. Is stoeltje heb je nodig. Dan heb je ook hoed nodig. En een andere kleur. Dit kun je met elke kleur doen die je wil doen. Ik zie dat ik daar al ook heb. Met elke kleur. Dus je kunt ook die vervangen door bright. En zo. Nou ja, je weet wel. Dit worden mijn stoelen. Dit wordt mijn tafel. En samen met... deze gewoon, dus nog een keer. Dit is tafels en stoelen. Wat we dan ook nodig hebben is item frames voor de zijkant van de stoelen. Een fence en dan, waar is glowstone? Glowstone, rode wol en witte wol. Dat is snow. Voor de parapluutjes, laat maar zeggen. Wat je doet is, eerst zet je de plek waar je je stoeltjes wil. Die willen wij daar. Dan beslis ik dat wij hier
onze eerste parasol gaan neerzetten. Die doe je 3 hoog. Die doe ik meestal 3 hoog. Je mag natuurlijk altijd zelf weten wat je doet. Je bent hier om te leren, om tips te krijgen. Dit is eigenlijk een paraplu die ik altijd gebruik. Parasol bedoel ik. Zo. Heel simpel. Wat je dan doet is... Zo. Dit kun je natuurlijk ook weer op elke manier doen die je wilt. Zo. En wat ik dan doe is dit. En dit. Een beetje kleuren. Daar zet je dan een potje op. En dan op de zijkant van de stoelen. Wat we nu ook kunnen doen is zelfs nog hier eentje zetten. Heb je mooi uitzicht op de zee. En waarom niet? Dit wordt 4 personen. Kan ik hier een item frame zetten? Ja, perfect. Daar ook. Doe je zo. Heb je ons eerste stoeltje. Die ga ik een beetje verspreiden. Misschien doe ik nog een beetje met... de deuren waarschijnlijk gaan gewoon zo. Het worden gewoon zulke deuren. En dan doen we hier misschien gewoon weer glas. Of we doen dit. Jongen, ik moet deze aflevering afmaken. En ik blijf maar doorgaan bouwen, met bouwen. Want het is geweldig. Oké. Nee, we doen het glas. Zo. Dus. Laten we het even mooi afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het restaurant leuk vinden. Als jullie nog meer coole ideeën hebben voor wat we zouden kunnen doen, zeg dat dan in de comments. Vergeet niet om even op die like button te drukken om de serie te supporten en ons kanaal te supporten. Zorgen dat wij het kunnen blijven doen. En ja, gewoon. Ik vind jullie gewoon geweldig dat jullie er altijd bij zijn en ons helpen in deze serie. En dan zeg ik nu vaarwel. Later.